Dit smoothiewandelen was een première op deze sporteldag. Mm-hmm. Wat is eigenlijk de bedoeling? De bedoeling is om de mensen op een fijne manier in beweging te zetten, waardoor je geen schokken krijgt. Als je graag hard sport, maakt het de bewegingen krachtiger. Doet het graag een beetje kalmer aan. Dat maakt je bewegingen kleiner. En de trilling zorgt ervoor dat je een betere circulatie krijgt. En door de weerstand die je krijgt van de beweging, ga je ook buik- en rugspieren, alle spieren eigenlijk in werking zetten, waardoor dat je corset gaat verstevigen en waardoor dat je je veel fitter gaat voelen en veel beter in je vel gaat voelen en energieker gaat voelen. Rita, hoe was de wandeling? De wandeling was goed. Goed, rustig en goed om te bewegen. Dat geeft lichte trillingen in je lichaam. Op bepaalde punten geeft dat trillingen en dat ontspant enorm. Die massage dat ze mij vertogen geven is zeer aan te raden. Het is iets om nog te doen? Ja. Zeker en vast, zeker en vast, zeker en vast. Maar krijg ze niet mee naar huis, anders graag. Ah ja, ja. Moet je een keer zitten, Max, en een keer een massage.